De vrachtwagenchauffeur die de vrouw van keeperstrainer Patrick Lodewijks doodreed, is vrijgesproken van dood door schuld. Hij kreeg wel een boete van €500 en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. Het ongeluk gebeurde vorig jaar april op de A2 bij Eindhoven. De vrachtwagenchauffeur wilde van rijstrook wisselen en daarbij zag hij de auto van Yvonne Lodewijks over het hoofd. Haar dood veroorzaakte een schok in de voetbalwereld. Honderden supporters van PSV en Feyenoord brachten een eerbetoon aan Yvonne Lodewijks. Patrick is bij beide clubs keeper geweest. En onze verslaggever Alice van der Plas die was bij de rechtszaak. Alice, vrijgesproken dus, maar wel een geldboete. Dat moet je even uitleggen. Nou, de rechter is van mening dat de chauffeur wel een verkeersfout heeft gemaakt. Hij heeft geen voorrang verleend aan de auto van Yvonne Lodewijks. En dat had hij wel moeten doen. De officier van justitie vond nog dat de chauffeur onoplettend had gereden. Langere tijd niet goed had opgelet. Maar de rechtbank ging daar niet in mee. Zij gaan ervan uit dat de chauffeur wel goed in de spiegels heeft gekeken. Zijn knipperlicht heeft uitgezet. Dus dat er van grove schuld geen sprake was. Die verkeersfout die hij gemaakt heeft, die is niet ernstig genoeg voor die grove schuld die nodig is. Wel heeft hij een verkeersfout gemaakt. Daarvoor krijgt hij ook straf, maar dat is een overtreding. En daar staan gewoon lagere straffen op. Kijkt de rechtbank ook, wat leg je nou normaal gesproken voor een overtreding op? En dat zijn geldboetes. En hoe heeft de vrachtwagenchauffeur op deze uitspraak gereageerd? Nou, hij is erg opgelucht, want het feit dat hij verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van Yvonne Lodewijks, dat drukte heel erg zwaar op hem. En zoals hij zelf zegt, ik denk er bijna ieder uur wel aan. Ja, het is natuurlijk ook heel confronterend, hè, want hij moet steeds in die vrachtwagen. En dan denkt hij toch aan het tragisch ongeval. En natuurlijk, zijn leed valt in het niet met het leed van de nabestaanden. Maar ook voor hem is het natuurlijk wel lastig om ermee te leven. En dat maakt ook dat de uitspraak uiteindelijk voor hem ook een opluchting is. Was de familie van Yvonne Lodewijks vandaag aanwezig bij de uitspraak? Nee, die waren vandaag niet aanwezig. Ook bij de zitting was Patrick Lodewijks bijvoorbeeld niet aanwezig. Hij liet wel via zijn advocaat weten dat hij liever geen gezicht wilde zien bij de verdachte. En de vraag is nu van kan de chauffeur ooit vergiffenis krijgen van de familie Lodewijks? En de advocaat heeft gezegd van na de zitting zag ik dat de zus van Yvonne Lodewijks op hem afkwam en een gesprekje met hem aanknoopte. En de advocaat hoopte dat dat misschien het eerste teken zou zijn dat de familie uiteindelijk hem misschien toch kan vergeven. Dankjewel, Alice.